een emotioneel weerzien voor Jan Willems. Ruim 50 jaar lang was hij actief voor de Panningse voetbalclub. Zondag werd hij door SV Panningen in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet. En dat liet hem niet onberoerd. Ja, Jan heeft alles gedaan binnen de club, behalve gevoetbald. Jan is jeugdleider geweest, Jan is verzorger geweest. Jan heeft in diverse commissies gezeten, Jan heeft in het jeugdbestuur gezeten, Jan heeft in het hoofdbestuur gezeten. Jan heeft de kleren mee naar huis genomen om te wassen. En noem maar op, dus wat dat betreft heeft hij heel veel gedaan. Vanwege een verslechterde gezondheid moest hij al noodgedwongen zijn vrijwilligerstaken laten vallen. Maar de liefde voor de club is altijd gebleven. Jan Willems, meer dan 50 jaar actief als een supervrijwilliger. Weer het seizoen dat was het volgende van werk in vorig jaar weer als vrijwilliger. Eén oversneden volgen. Dat was Jan. Jan was er altijd. Je hoefde met naar Panningen Noord te komen. Wie kwam je tegen? Jan Willems. En nog ja, zo uniek is dat hij nooit gevoetbald heeft. En eigenlijk al gelijk begonnen is met het vrijwilligerswerk. En dat is een werk van ja, normaal hebben ze blauwe beurtjes, maar we hebben een groen beurtje laten maken. Het groen hè, voor Jan Willems. Willems heeft dus nooit actief op het veld gestaan als voetballer. Het pad bij de entree draagt nu zijn naam. Wat dat betreft is het des te unieker dat hij vanuit Heldendorp naar Panningen verhuisd is en in Panningen vrijwilliger is geworden. En wij zijn er heel blij mee geweest. Na de onthulling van zijn eigen petje trad het eerste van Panningen aan tegen Helden. De derby eindigde in 1-1.